Goedemorgen, middag of avond en welkom bij Krimi TV Modded Minecraft Testpack. Please ignore. Maar we doen dat niet. We gaan niet dit testpack ignoren zoals het in de titel staat. We gaan het spelen en we gaan wederom eens even kijken naar wat leuke magische dingen. We hebben al Water Essence en Earth Essence. We hadden laatst ook een nieuwe Air Essence gemaakt. Daar hebben we eentje meer van nodig. Als het goed is gaat deze nu langzaam draaien. Of is het misschien andersom? Volgens mij is het dan zo. Ik zie in ieder geval nog niks gebeuren. We gaan het even moeten afwachten. Volgens mij is... moet ik even mijn staaf erbij pakken. Ik hoop niet dat deze leeg zijn natuurlijk. Deze apparatuur. Magische apparaten. Even zien. Zit er nog wat in jou? Ja, er zit zeker wat in jou. En jij gaat... Oh kijk, ze is wel bezig met rondjes draaien. Daar hebben we een Air Essence. Helemaal fantastisch. We maken ook een Fire Essence. Zodat we van elke Essence 1 hebben. Ook dit kan weer eens even duren. Maar zoals je ziet, er wordt wel wat gedaan. Er gaat Essence bij, waarschijnlijk vanuit hier. Ja, dat wordt verbrand. En hier wordt een Fire Essence in elkaar gezet. Helemaal fantastisch. Duurt eventjes, maar dan heb je ook wat. We gaan namelijk Battle Mage Armor maken. Battle Mage Armor, stap je omhoog van gewoon Mage Armor. En we hebben daarvoor Obsidian nodig. Op zich niet zo'n heel erg probleem. En een paar Gold Inlays. Moet ik even kijken, we hebben niet heel veel Obsidian op het moment. Ik heb er in totaal 4, 9, 13... 17 heb ik er nodig. 17, ik heb er nu 7. We gaan even kijken of we dat kunnen redden met de essence die we hebben. Zo. Hebben we genoeg essence? Obsidian essence. Volgens mij was dit zo. Nee, het was wel 8x8. Hè? Dan hebben we zeker niet genoeg om dit werkende te krijgen. Obsidian essence. Nee, dan krijgen we er 8 bij. Is net niet genoeg. Misschien met de huidige crops. Oeh. Oeps. Dit is obsidian. Even kijken of we de seeds kunnen herplanten, zodat we nog een klein beetje meer... Hoppa, een klein beetje meer obsidian kunnen maken. Is handig om dat soort seeds te hebben. Zeer handig. Even kijken, dat waren alle crops. Hoeveel heb ik er nu? 12. Dat moet nog genoeg zijn voor 2 extra. Dan hebben we, als het goed is, exact genoeg. Anders moet ik even zo'n igneous extruder maken. Volgens mij heette dat apparaat zo. Van thermal expansion. Is een heel simpel apparaat. Kijk, dat is exact genoeg inderdaad. Een paar runes, dus een beetje cobblestone. Is ook geen enkel probleem. Runes maken we op deze manier nog steeds van cobblestone. Plop, huppa, dat is weer genoeg voor de eerstkomende jaren. En nu maken wij enkel nog gold inlay. En dat is purified vintium dust. Dus desert nova, blue orchid, vintium dust en arcane ash. Oeh, dat zijn nogal wat ingrediënten. Heb ik die bloemen nog? Vintium dust en arcane ash weet ik wel zeker. Die heb ik wel. Dat is het probleem ook niet. Heb ik de bloemen nog? Dat is Wake Bloom. Heb ik nog Desert Nova? Ziet er niet naar uit. Dan zou ik wat Desert Nova moeten gaan opsporen. Maar als we dat hebben, dan kunnen we Gold Inlays maken. En van Gold Inlays kunnen we dan deze maken. Purified Vintium Dust. En van één zo'n setje maken we er 4. En we hebben er 5 nodig in totaal. Oké, dus we moeten 2 van deze setjes gold inlays maken. Dus dat is 2 purified vintium dust. Dus dat is meerdere desert novas. Ik hou deze 2 bij me. Dat is ook 2 blue orchids. Ik heb ook exact genoeg van alles. Goed, we gaan naar de eerste de beste desert die ik ken. Is hier in de buurt. Wow, we leren weer wat springen. We zijn alweer level 13. Ik heb een heel klein beetje off camera getraind. 14 zijn we nu. Nu heb ik iets on camera getraind. Zien jullie ook een keer hoe ik level up ga. Een beetje rondspringen doet vaak wonderen. En dat is ook exact wat ik graag doe. Beetje rondspringen en af en toe hercasten van deze spel. Zo, we gaan naar de woestijn. Ik heb er hier eentje. Hier moeten desert novas groeien. Zo, ik kan niet wachten tot ik duration kan toevoegen aan mijn skills. Ik moet even de wereld herladen, want dit duurt me te lang. Zo. Nu kunnen we de desert novas ook ietsje beter zien als we ze kunnen zien. We zien dat ze allemaal mini cactussen, die hebben we niet nodig. Of cacti, of hoe je het maar zegt in het meervoud. Sommige mensen zullen mij nu al verbeteren in de comment section. Ga je gang, leef je uit. Deze had ik trouwens veel eerder moeten vinden. Deze cinder pearls. Even kijken, want hier krijg je inderdaad blaze powder van. Blaze powder. Je hoeft niet eens naar de nether voor blaze powder meer. Oh, we komen ook gelijk een village tegen. Laten we gelijk even kijken, we zijn nu toch bezig. Ondertussen zie ik nog geen desert novas. We krijgen nog steeds
framerate drops. En dat heeft te maken met dit verdraaide testpack. Dat gewoon nergens lekker loopt. Ik heb nog niemand meegemaakt die zei van... Oh ja, testpack, please ignore. Nee, dat spel dat werkt echt geweldig. Ik heb nog niemand meegemaakt die er zo over dacht. En nou heb ik een vrij nieuwe computer. Ik bedoel, ik heb ook geen fantastische computer. Dat weet ik heus wel. Het is een budgetcomputer. Maar wel een goede budgetcomputer. Mag er niet over klagen. Beter dan wat ik ooit gehad heb. Zijn er hier nog kisten waarvan ik zeg van... Nou, dat moet ik even looten. Woop. Hier misschien. De blacksmith heeft altijd leuke dingen. Zoals een temple collar. 4 shards. Brass ingots. Tear. Gewoon een normale tear. Thorns. Forest gems. Iron. Niet echt heel veel bijzonders. Ik laat de kist maar even staan. Totdat ik echt zeg maar... Waarom zijn trouwens alle villagers die ik tegenkom, tot dusver, deels in het water? Ik heb nog geen enkele gezien die gewoon helemaal op het land is. Het klinkt misschien heel stom dat ik erover begin, maar ik vind dat belangrijk om te weten. Dit is trouwens echt nog erger dan BP. Dit kan niet op deze manier trouwens. Even kijken, zijn dat Desert Novas? Dit is weer zo'n een van Blaze Powder. Dat zijn Bromeliads. Oké. Nooit van gehoord. Druk op zoek naar Desert Novas. Ik ga nog eventjes een rondje doen. Ik ben zo bij jullie terug. En dat is 1. Fantastisch. 1 Desert Nova. En hier is nog een sneaky bastard. Zijn moeilijk te vinden, die Desert Novas. Ik heb echter wel gehoord of gelezen dat je ze kunt kweken met de Grow Plants spel. Dat is toch iets waar we een keer naar moeten kijken. Voor nu laten we onze Battle Mage Armor afmaken. Serieus, ik vertrouw mijn eigen spels echt nooit meer. Gelukkig viel ik op mijn eigen dak. Ik was met mijn Hare's Agility gewoon aan het rondspringen, zoals ik eigenlijk altijd doe. En ik maakte vanaf die hoge boom een hoge sprong. En hier raakte mijn Hare's Agility uitgewerkt. Waardoor ik naar beneden donderde. Met flinke snelheid. Ja, zo is het leven, zeggen we dan maar. 3 Desert Novas. We gaan gelijk eventjes verder. Ik ben helemaal van de kaart. Maar we gaan gelijk verder met waar we eigenlijk voor kwamen. We maken 2 Purified Vintium Dust. We hebben alle essence en al die andere troep die we nodig hebben. Deze gaat even hier naartoe. Deze mag even hier blijven. Zo. Goed, dat hebben we allemaal nodig. Ik zal jou ook even weghalen, stomme waypoint. Een beetje mij uitlachen. Ik zie het wel hoor. Goed, dat hebben we nodig. We moeten gold inlay maken, dat is waar ook. Gold, heel veel gold. Nou, gold is geen probleem, want we hebben een kist vol met resources. Even kijken of we nog wel wat gold hebben, want ik zeg wel heel dapper. 16 hebben we in ieder geval wel. Daar kunnen we op zijn minst wat mee maken. Zo, 2 setjes van gold inlay. Fantastisch. Wat we nu doen is... Bam! Battle Mage Circlet. Bam. Battle Mage Armor. Bam. Battle Mage Leggings. En je raadt het al. Bam. De boots. Fantastisch. We houden 3 over. En kijk ons in ons fantastische armor. Een Battle Mage Circlet. Met daarbij inderdaad volledig armor. Dit geeft ons meer bescherming dan het Battle Mage Armor. Dit armor herstelt zichzelf ook door mana te gebruiken. En als het goed is, geeft het ook kleine regen op je armor. Dus dat is fantastisch. We zijn inmiddels level 15. Ik ben nog steeds deze spel gewoon aan het spammen wanneer ik kan. Elke keer als mijn burn-out weer op 0 raakt, want dan verdien je het meeste experience. Laten we eens even kijken in de Oculus. We hebben 16 blauwe points. Echt belachelijk veel. We hebben nog geen groene points. Die hebben we wel nodig om verder te gaan met onze mana regen, spell motion. Noem het maar op, alle interessante dingen. Ook alles wat we eigenlijk al hadden, zo mining power, die vind ik wel heel interessant. Dan kunnen we echt alles minen als we mining power toevoegen. Even kijken, ja, er zijn nog wel wat dingen zoals levitate. Dat is wel interessant, gravity well. Voor de rest heel veel groene dingen. En die groene dingen kunnen we allemaal, gaan unlocken door Air Guardians te farmen. Air Guardians is volgens mij de eerste die gemiddeld level is. We kunnen even in de compendium kijken. De eerste red level is volgens mij de Nature Guardian. Dat weet ik dan wel weer heel erg zeker. Dus laten we eens even kijken bij bosses. Nature Guardian is vanaf level 60. Dus alles onder de level 60 moet dan, behalve de
Water and Earth. Die moeten dan groene orbs laten vallen. Air Guardian laat groene orbs vallen, weet ik zeker. Die kun je summonen met een Air Essence. Als je een platform op I-150 of hoger bouwt. Leuk en aardig. Arcane Guardian geeft als het goed is ook een groene Infinity Orb. Maar hij is, als ik me niet vergis, heel erg moeilijk. Ender Guardian, nou daar wil ik niet eens over beginnen. Dat, volgens mij is het ook... er staat niet eens een recommended level bij. Nee, die is gewoon te moeilijk. Fire Guardian is rood, absoluut zeker weten. Life Guardian. Life Guardian en Ender Guardian zijn... Oh nee, deze is level 50. Deze kan nog wel eens groene orbs laten vallen. Even kijken hoor. Nee, ik zie het zo 1, 2, 3 niet. Of hij ook een Infinity Orb groen laat vallen. Van de Air Guardian weet ik het echter zeker. En die kunnen we waarschijnlijk wel gaan farmen als wij een platform in de lucht gaan bouwen. Even kijken nog tenslotte wat voor... even kijken. Hoe de summoning ritual werkt. Gold inlay ring. Daar was ik al bang voor, want we hebben nu 3 losse gold inlay. En dat is dus niet genoeg om een ring van te maken. Dus moeten we sowieso nog weer 2 extra purified Phintium dust maken om die inlay klaar te krijgen. Goed, hoe het ook zij, we bergen deze op. Komt vast nog wel een keer van pas. We kunnen niet eens zien dat hij hier ligt. We kunnen die beter wat lager neerleggen. Zo. Dan zien we hem op zijn minst. Ja. We hebben nog meer Desert Nova nodig. En ook nog meer Blue Orchids. Dat gaat ons 1, 2, 3 niet lukken. Dus laten we eerst eens kijken of we Grow kunnen krijgen. Lijkt me een hele goede spel. Even zien. Grow is een rode spel. Oké, dat gaan we voor zo langs onze leven nog niet doen, deze aflevering. Laten we eens even gaan kijken wat we nog wel kunnen doen. De vorige keer waren we ook veel bezig met Mechanism. En we liepen toen even vast op de Atomic Core. Diens recept veranderd is vanwege Gregtech. Gregtech, de balance mod die je in alle modpacks hoort te zitten als je het mij vraagt. Anders zijn sommige dingen inderdaad heel erg makkelijk te verkrijgen. Om hier een factory voor te maken hebben wij een Purification Chamber nodig. En die maken we uit een Enrichment Chamber. En daarvoor hebben we dus een paar van die Atomic Cores nodig. Dit is degene die we willen hebben. Laten we eens even kijken naar de Atomic Cores die we nodig hebben. Daar hebben we Electrolytic Cores voor nodig. 4 per stuk. En die maken we op deze manier. Dus we gaan even kijken wat we allemaal kunnen doen. We hebben al wat spulletjes bij ons. Hier hebben we in totaal 8 van nodig. Osmium dust, gold dust, iron dust, nog meer osmium dust en heel veel enriched alloys maakt voor ons 8 electrolytic cores. Dan hebben we ook nog een diamant per stuk nodig. Ik heb als het goed is nog een paar reserve. Zo, 2 diamonds, fantastisch. En die maken we dan op deze crafting table en die veranderen we dan in atomic cores. 2 stuks, alsjeblieft. Meer hebben we ook niet nodig in het begin. We maken eventjes een Enrichment Chamber. Is voor ons een kleine moeite. Die veranderen wij in een Purification Chamber. Daar hebben we blijkbaar iets extra's voor nodig. Purification Chamber. Laten we eens even kijken. Atomic Cores heb ik allebei. We hebben Control Circuits. We hebben meer dan genoeg Enriched Alloys. En onze Enrichment Chamber maakt een Purification Chamber. En die maken we tenslotte... Kom op jongens, werk even mee. Ten slotte maken we daar dus een factory van. Dat shift klikken, dat werkt niet altijd met Mechanism. Ik ben niet heel erg tevreden wat dat betreft. Maar goed, je moet roeien met de riemen die je hebt. Onze basic factory is klaar. We sluiten hem aan op het systeem. We zullen even de not enough items aan de kant doen. Hier moeten natuurlijk ook weer eventjes de nodige upgrades ingestopt worden. Met name de energy upgrades en daarna ook de speed upgrades. Autosort staat aan. Configuratie. Wat was het ook alweer? Even uit mijn hoofd. Blauw naar rechts inderdaad en rood naar links. Dat was absoluut niet uit mijn hoofd, maar goed. Zo. En dan maken we deze allemaal gewoon gray. Auto eject aan. Even kijken. Ja, rood van links en blauw naar rechts. Dus, wat gaan we nu doen met de hele lange schakel? We pakken eventjes... Oh, deze kunnen we ook vast toevoegen. Speed upgrades.
Zet je vast schrap voor wat lawaai, want we gaan wat oors verwerken en laten zien wat we daarmee kunnen doen. We pakken bijvoorbeeld wat osmium oor. En daarnaast pakken we ook even wat ferrus. Ik denk dat ferrus niet helemaal werkt trouwens. Aluminium misschien wel. Copper, silver en gold. Zo, stom ei. Dat gooien we even weg. We zetten tijdelijk de auto-eject even uit, zodat we kunnen zien wat er gebeurt. Anders gaat het allemaal wel erg snel. We pakken osmium oor en we gooien dat in de machine. Daar gebeurt helemaal niks mee. Oké. Eens even kijken. Wat moet hier anders? Misschien is osmium oor, als we het even kijken bij u, use. Of kunnen we dit smelten, macerator, enrichen, purification chamber. Ah, ik zie het al. We missen een key ingrediënt. En dat is flint of oxygen. Nou kunnen we in de eerste instantie wel met wat flint werken. We hebben wel een paar reserve flintjes hier. Een hele stack. Dat is voor nu wel even voldoende. Je kunt dus flint gebruiken, maar we zullen straks ook kijken naar een permanente aansluiting van oxygen. Kijk, dit voegt dus oxygen toe. 600 kunnen we hierin houden en 1 flint geeft dus een 100 oxygen. Als we nu osmium oor toevoegen, krijgen we 3 clumps van oxygen. En dat kost nogal wat om te verwerken. Oxygen clumps, fantastisch. Gold clumps willen we ook graag houden. Silver clumps? Ja hoor, geen enkel probleem. Silver clumps. Krijgen wij dan ook misschien nickel clumps, ofwel ferrus? Ferrus ore wordt niet verwerkt. Nee, helaas. Ferrus ore wordt niet verwerkt. Wat dachten we van copper? Copper wordt verwerkt. Zoals je ziet gaan we wel vrij snel door onze oxygenvoorraad heen. We zijn er nu al helemaal doorheen zelfs. Dus we moeten gelijk even gaan kijken naar het maken van de nodige machines om dit voor elkaar te krijgen. We hebben namelijk nodig, even kijken, de electrolytic separator. Koud kunstje, een paar gold dust als we deze clumps in de crusher gooien. Worden ze verwerkt in dust. Oh, dat wordt al gelijk. Oké, ik was te laat. Gold ingots. Even kijken. Ik had wel graag wat gold clumps gehouden eigenlijk. Maar goed, helaas. Gold crush. We pakken gewoon even wat gold dust. Zo, pakken we gewoon even mee. Dit is dus het belang van auto-eject. En waarom je die soms uit wil hebben. Het is leuk om te hebben. Maar ik zal ze voor nu even allemaal uitzetten. Totdat we inderdaad weer massief veel ores gaan verwerken. Zo. Dit is allemaal goed. Onze flint is op. We kunnen niet meer clumps maken. Goed, we moeten even kijken naar de... Waar stond die nou? Deze, electrolytic separator. We hebben eentje hiervan nodig. Dus pulverized gold, iron en osmium. Osmium hebben we nog. Iron niet zoveel meer. Ook geen iron ore beschikbaar. Dan pakken we gewoon even wat ingots. We kunnen het gelukkig voor weinig energie allemaal weer omzetten terug naar wat we maar nodig hebben. Kijk, onze energie blijft helemaal gekopt. En we hebben nog steeds een kwart vol lava hierin. Dat is wel even genoeg ijzer voor dit moment. Even kijken, hier waren we. Laten we dit gelijk even doen via de officiële route. We hebben hier 1 electrolytic core voor nodig. En dan nu voor de electrolytic separator. Koud kunstje, we hebben wel wat iron bars nodig, dus laten we weer even wat iron teruggooien. De helft ongeveer, zo. Deze mag trouwens wel auto-ejecten, want deze gaat gewoon in de kist daarnaast. Dat is op zich niet erg. Sterker nog, vind ik handig om alles op 1 stack te hebben. Hier zijn we, electrolytic separator. Alsjeblieft, dankjewel. Deze machine gebruikt ook energie, uiteraard. Even kijken, deze oors kunnen we op dit moment nog weinig mee, hè? Ja. Moeten we eventjes op de achtergrond houden. Wat doet deze machine? Heel simpel. Het verandert water in hydrogen en oxygen. Of althans, volgens mij is het water in... Ja, hydrogen en oxygen. Dat zeg ik wel goed. We hebben hier natuurlijk wat stroom bij nodig. En we kunnen hier dan water in gaan pompen. Even kijken, één van deze. Ik kan hem natuurlijk ook, als ik erover nadenk... Heb ik hier een wrench? Nee, hè? Die zit hierin. Ja. Zo. We kunnen hem natuurlijk ook gewoon op de kabel zelf zetten. En dan hebben we ook nog een klein beetje ruimte voor extra bekabeling. Zo, deze krijgt nu energie. Fantastisch. We kunnen dus deze bijvoorbeeld alleen water geven. Dan hebben we een
Ikkius Accumulator nodig. Die voor ons water verzamelt. Nou, dat is op zich geen probleem. Die maken we gewoon, althans volgens mij hebben we er nog eentje in tools hier. Jazeker, we hebben er meerdere zelfs. Deze laten we gewoon wat water opslurpen. En heb ik ook even wat buckets nodig natuurlijk. En dat water, dat zal hij dan direct in de machine pompen. Even kijken. Hebben we hier water? Ja, tuurlijk hebben we water. Hup. Zo. Dit is trouwens voor degenen die het nog niet gezien hadden, de Earth Guardian Arena. Ik zal even gauw van binnen laten zien. Het is niet veel bijzonders, maar het werkt. Je gooit hier gewoon inderdaad de benodigdheden om hem te summonen. En plop, daar komt de Earth Guardian. En je kan gewoon potshots nemen. Hij kan je niet aanvallen vanaf hierboven. Dus dat is goed nieuws. De arena is zo groot omdat hij anders alles opblaast. Ook al maak je deze van obsidian. De Earth Guardian vernietigt 21 blokken in elke richting. Dus vandaar dat hij zo groot moet zijn. Even kijken. Nou moeten we natuurlijk ook wat liquid ducts hebben. Of althans, even kijken. Heb ik nog liquid ducts? Nee, hè? Nee. Mechanism geeft hier wel een alternatief voor, als ik me niet vergis. En die zijn, als ik me niet vergis, ook niet heel erg duur. Pressurized tube, dat is voor gas. Die hebben we sowieso nodig trouwens. Staal en glas, dat pak ik straks ook even. En dan hebben we nog mechanical pipes. En dan hebben we keuze uit advanced, elite en ultimate. Ultimate is atomic cores, is niet nodig. Advanced is gewoon enriched alloys en een basic mechanical pipe. Basic mechanical pipe, hier. Deze is op zich genoeg, bucket en staal. We hoeven niet ontzettend veel water toe te voegen. Dus wat staal en wat glas. Glas moet ik wel meenemen uiteraard, anders komen we niet heel ver. Zo, glas. En een beetje staal kunnen we van beneden wel halen. Uit deze kist. We hebben gelukkig nog wat staal. Ik heb er eigenlijk maar 4 nodig als ik het erover nadenk. Eigenlijk had ik ook maar 1 glas nodig. Maar goed, daar zijn we nu alweer te laat voor. Basic mechanical pipe, 1 bucket per seconde. Hebben we natuurlijk een lege bucket nodig. En die heb ik natuurlijk niet. Laten we een lege bucket maken. Door even kijken waar wil ik het water verstoppen. Het liefst in de muur natuurlijk. Zo. Dan moeten we eventjes onze digspel gebruiken. En we pakken eventjes deze. Zo. Kijk. Hoppa. Nou, dan maken we hier een 3x3'tje. Even 1 dieper. Zo. En dan kan hier inderdaad het water ingepompt worden. Geen enkel probleem. Jij mag hier. En jij mag hier. Jij mag hier. En jij mag hier. Nu heb ik 2 lege buckets. Dit is allemaal prima. We hebben nodig geen Elite Universal Cable. We hebben nodig een mechanical... dat is 1 te veel. Mechanical pipe. Zo. Maken we er 8 van. En deze hadden we dus nodig voor pressurized tubes. En pressurized tubes kunnen dus oxygen of hydrogen verplaatsen. Dus dat is wat we ook willen. Wat we dan kunnen doen is een klein beetje een omweg. Om die hier neer te zetten. We kunnen natuurlijk ook deze een beetje anders plaatsen. Het is een beetje lastig dat deze pipe in de weg zit. Die zou ik het liefst omleiden. En dan... Oh, dat is een, ja, ook een... leuk iets van deze mod, maar ook een nadeel. Je kunt iets shift klikken met een pipe in je hand. Deze hebben we sowieso nodig. Basic mechanical pipes. Dit is een kleine moeite. Zo. En deze zet nu dus hydrogen en oxygen in werking. Hydrogen dumpen wij, want dat hebben we in deze setup niet nodig. Je ziet ook dat de hydrogen zeg maar verdampt. En de oxygen gaan we wel gebruiken. Dat kunnen we dus met pressurized tubes... dat moet vanaf de zijkant van de machine... Dus eigenlijk kunnen we deze beter eentje opschuiven, maar we doen het wel even zo. Dat is oxygen. Helemaal keurig. En als het goed is... Oh, deze niet. Zo, als het goed is neemt hij dan oxygen in zich op. Ja, dat doet hij. Fantastisch. Kunnen we dit mooi afbouwen met de factory blocks die we nog wel hebben. Zo, nou, kijk eens aan. We doen hier een klein lichtje. Illuminati. Hoppa, alsjeblieft. En dan maken we dit mooi dicht. Niemand hoeft iets te weten. Kijk zo. Fantastisch. We hebben nu oxygen. Oneindig. We hoeven geen flint meer te gebruiken. En dit gaat gewoon zijn gangetje. Dit neemt water in zich op. En het krijgt oxygen. De hydrogen wordt gedumpt. Totdat we daar een beter doeleinde voor hebben. Dus is namelijk een apparaat wat wel hydrogen gebruikt. Maar daar zijn we nog niet aan toe.
Even kijken, nu kunnen we dus inderdaad deze clumps, tenminste... Oh, daar gaat hij heen. Als we deze toevoegen, dat werkt niet. Nee. Als we copper toevoegen, die werkt wel. Maakt een heel lelijk geluid. Maar we kunnen nu tenminste ores omzetten in clumps. En clumps hebben we nodig voor de digital miner. En de digital miner gaan we dus ook binnenkort toepassen om even te kijken wat we daar allemaal mee kunnen. Copper clumps kun je dus weer gaan laten crushen. Oh, dat maakt toch een lelijk lawaai zeg. Auto eject hier naartoe. Auto eject hier naartoe. Dirty copper dust wordt purified copper dust of gewoon standaard copper dust en dat wordt copper. Wordt toegevoegd aan dit apparaat. Het is allemaal heel erg standaard, het is allemaal heel erg normaal. En zoals je kunt zien, onze machine houdt het vol om inderdaad kleine hoeveelheden gewoon keurig te verwerken. Deze gold dust kunnen we gelijk ook even smelten, zoveel gold dust hebben we niet nodig. Zo, dat gaat ook in de machine. Hetzelfde als met de iron dust en de osmium dust, daar zijn we momenteel even klaar mee. Totdat we nieuwe moeten gaan maken. Op zich geen probleem. We hebben echter wel één clump nodig van alles voor de digital miner. En dat is dus iron, gold, osmium, copper, tin, silver en obsidian. En als het goed is ook nog lead. Eén van degenen heb ik niet nodig. Anders komen we niet op 8 uit natuurlijk. We hebben nodig deze. Imbued control circuit. Osmium, gold, iron, copper, silver, obsidian, lead en tin. Oké. Dat zijn ze volgens mij wel allemaal. Of ik ben gewoon blind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, het zijn ze allemaal. Obsidian clump, hoe maken we die? Obsidian in dit apparaat. En wat kunnen wij als we deze U opdoen? Dirty obsidian dust. En die kunnen we dan weer gebruiken voor een obsidian rod. Of we kunnen er inderdaad weer iets mee doen. Crystal Memory Raw, oké, dat zegt me allemaal niks. Obsidian Plates kunnen we ervan maken. Of Obsidian in een Combiner. Oké, dus we kunnen in principe Obsidian omzetten in meer Obsidian. Maar wacht eens even. Oh, daar hebben we Liquid Stone voor nodig. In een Combiner. Oké. En dan krijg je gewone Obsidian. En gewone Obsidian kun je dus weer gebruiken in een Purification Chamber met Oxygen om meer Obsidian. Dus je kunt oneindig Obsidian maken. Dat is goed om te weten. Daar hebben we dus een combiner voor nodig. Nou, leuk om te weten inderdaad. Obsidian clump zelf is een kleine moeite. Gewoon even een obsidian in... even kijken. In de purification chamber gooien. Als het goed is hebben we geen obsidian meer. Maar dat overkomen wij wel door even wat nieuwe te maken. We hebben namelijk wel obsidian essence. Even kijken of dat al binnen is allemaal. Hier, obsidian essence. Fantastisch. Oh, en op deze manier kunnen we dus langzaam maar zeker ons eigen empire een beetje opbouwen. Hier, ik heb hier wel nodig seed. Hier komen. Die nemen we mee, die nemen we ook mee. Nou, nog één van die obsidian dingetjes en ik kan weer een volledig een rondje essence maken. Kom op. Kom op. Groei. Oké, obsidian clumps, check. Nu nog eventjes deze uitzetten. Eject is off. Mooi. Laten we ook even wat tin clumps maken. Oh, ik ben hier zo dol op. Je krijgt zoveel shit voor eigenlijk gewoon praktisch niks. We hebben trouwens maar één van elke clump nodig, als ik me niet vergis. We hebben ze enkel nodig voor deze control circuit. De imbued control circuit. Ook hebben we heel veel atomic cores nodig. Ik zal eens even kijken hoeveel in totaal. Dat is 1, 2 voor een atomic dissembler. 3, 4, 5, 6... Plus deze is 7. Plus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dat zijn al veel. Dan hebben we ook nog Robit. Die heeft er nog één nodig. Oké. Okay. Steel casing, dat is dus geen probleem. Atomic disassembler is duur. Gezien dat je inderdaad deze allemaal nodig hebt. Dit kost ook weer gold en lapis. En ook weer extra atomic cores. Ach man, man, man. Ik weet niet of het nou wel de moeite waard is om een digital miner te creëren. Ja, het lijkt me natuurlijk wel. Hij is wel erg duur. We hebben heel veel diamonds nodig. Dat is op zich geen probleem. Het kost... Ja, het is echt even de diamonds. Nou, dat wordt weer een ritje de grot in. Ik denk dat ik... Ja, dat ik toch maar inderdaad heel veel ondergronds moet gaan doen de komende tijd. Even heel veel minen. Even flink wat strip mines maken. Vooral met deze... Terraform is dat natuurlijk geen enkel probleem.
Behalve dan het feit dat ik eventjes eraan moet wennen dat ik weinig mana heb. Dit neem ik even mee. Ik kan even mee naar beneden. Zo. Deze clamps gaan eventjes hierin. Zo. En voor de rest, ja, ik hoop eigenlijk dat we de volgende aflevering een digital miner kunnen maken. Zou fijn zijn om dat te kunnen maken. Kan echter geen beloftes doen. Ik bedoel, we hebben heel veel materiaal nodig. Ik ga proberen om al die materialen te verzamelen voordat we klaar zijn. Voordat we de volgende aflevering opnemen. En dan kunnen we op zijn minst eventjes gaan kijken naar wat er allemaal mogelijk is wat dat betreft. Ik ga in ieder geval even de mines in. Ik zeg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het niet al te saai vinden nu we iets minder met magie doen. Maar we moeten tussen afleveringen door... Wow, dat gaat nog maar net goed. Tussen afleveringen door even trainen op deze manier. En even gewoon blijven stripminen natuurlijk. Stripminen, dat doe ik uiteraard even off camera. Dit wil ik wel even laten zien, hoe snel ik aan het einde van de stripmine ben. En ik bedoel, dat is flink wat afstand. Als je op de map kijkt, we overbruggen heel snel heel veel afstand. Vanwege dus die Hare's agility. En het feit dat het elke keer als je springt, dan zet je jezelf iets verder af. Dus dat is lachen. Ik ga hier gewoon door. Ik ga gewoon diamonds vinden. Dat doe ik gewoon zo. 1, 2, 3, 4, 5. En dan switch ik even naar een lichtje. En dan doe ik weer 1, 2, 3, 4, 5. En switch ik weer naar mijn lichtje. En dat gewoon totdat ik diamonds heb gevonden. En zo ga ik nog even door. Ik ga even diep de nacht in. Ik zeg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij Creamy TV.